Goedendag meneer, we gaan vandaag de transfer verplaatsen in beeld. Eerst ga ik het instrueren zodat we samen de transfer gaan doen en daarna gaat het zelf doen. Ik heb gezien dat de theoretische zij heeft aangedane zijde is de linkerkant. Dus we gaan naar de rechterkant van de beeld. Daarbij vraag ik u om uw hielen naar uw billen te bewegen, ja, zo. Zo ver als u kan. Ja, dan ga ik even aan de andere kant staan. Dan zou ik graag willen dat u uw bekken optilt en naar mij toe aan de, naar mijn kant van het bed. Ja, dan schrijf ik aan met de been en met de oké, hartstikke goed. Pak je benen weer strekken. En dat was de transfer. Dan gaan we het nu zelf proberen. Dan mag je weer naar het midden van het bed komen. En dan mag je nu mij laten zien hoe we dat gaan doen. En dan zit ik voor de zin. Ja, maar dat doen we toch gewoon. Dan zeg maar, oké, misschien is het gewoon om haar te gaan. Ja, dat zit gewoon. Maar stel nou dat jij is. Nou, hartstikke goed. Gefeliciteerd, dankjewel. We gaan de transfer doen omrollen in bed. Daarbij ga ik het eerst u zelf uitleggen. Daarna gaat u het zelf doen. Vraag? Nee. Nou, dan gaan we beginnen. Dan mag ik de rechterarm op de schouder bewegen. Ja. Dit arm strikken. Die kant op kijken voor mij. We rollen we met het gewicht, rollen we op deze kant. En dit is dan de handeling die we doen. Goed, wat we terugrollen, gaan we weer in de begin situatie. Dan moet je eigenlijk ook weer niet mee meer baren. Als het ware naar buiten. Ja, dan mag ik het nu laten zien. Zo ver mogelijk. Nou, hartstikke goed meneer. Dat zit erin. Dag meneer, we gaan nu van het omrollen in het bed gaan we naar het zitten in bed. Nou, u zit natuurlijk nu een beetje in een benarde positie, maar dan gaan we wat doen. Ik ga het weer uitleggen. We gaan het samen weer doen en daarna gaat u het weer zelf doen. Goed, dan mag u uw knieën naar uw borst toe trekken. Voor mij. Bloot u bent Ja. Dan mag u dit hand. Deze hand mag u zo neerzetten. Nee, eerst plat zo, zodat u goede grip heeft. Dan mag u nu met de benen over het bed heen. En dan mag u afduwen met deze hand en steunen met dit. Yes, 3, 2, 1. Dan mag u blijven zitten. Nou, dat gaat goed, zie ik. U blijft ook keurig netjes zitten. Mag u zelf een keertje doen. Dan mag u weer in de omrol. Baas in het bed liggen. Houding. Ja, laat u maar zien. Nou, hartstikke goed. Nu komt de keurig overeind en blijft zitten. Gefeliciteerd. Met de transfer. We gaan nu proberen de rand van het bed te komen en daar op een veilige manier te kunnen blijven zitten. Daarbij gebruik ik mijn handgang. Die kan ik u wel laten zien. Mijn handgang is gewoon u zo zit en u schuift met rug recht, buik ingetrokken, schuift u zo naar de zijkant van de kijk goed dat ja, ik plaats de evenwicht van wil naar beeld. Dit gaan we natuurlijk weer doen dat ik het eerst samen met u begeleider ga doen en zelf. Oké, dan mag u uw buik inhouden, rug gerecht. Ja? Dan mag u met welke kant u wil beginnen. Zo, doen, even of uw steunpunt plaatsen. De benen hoor. Tot op de rand. Zo. Blijf zitten. Oké, goed. Nou, hartstikke goed meneer. Handen langs is een goed afgedaan. Mag u het zelf doen? Goed. Ja, keurig. Gefeliciteerd. Meneer, we gaan nu een andere transfer doen. Dat is van het zitten, het staan in bed. Dus nu op de massagebank.
Ik ga het weer samen met u doen eerst en daarna mag ik u zelf doen. Ja? De bedoeling is dat u naar de rand van het bed komt, dus met die hammergang. Die steeds zwaartepunt plaatst tot aan de rand van het bed. Dus de bedoeling dat u doet u maar alvast mee. Ja? Dat u dan de rug recht houdt. U trekt uw hielen naar achter tot aan de rand van het bed. U doet bij deze nu nog niet mee, dan ga ik u eerst even ondersteunen voor de veiligheid. Maar dan is de bedoeling, zeg maar, handen zo of zo, wat u zelf prettig vindt. In ieder geval doen we dat zo dan. U leunt naar voren. En u staat op. Ja? Gaan we nog even door de hoek van. Dan uw handen naast het bed plaatsen. Wat rustig naar voren komen nu. Kruisje recht en staan. Blijven staan. Nou, keurig. Mag u even zitten. Helemaal naar achter. Mag u het nu voor mij laten zien? Zeg ik niks. Gaat het maar. Nu. Ja, keurig. Gefeliciteerd. Ja? Goedendag meneer Middel. Goedendag. Ik ben Rick, de fysiotherapeut. Ik ga vandaag het kruklopen aanleren. Heeft u ooit ons met kruk gelopen? Nee, nog nooit. Oké, nou we gaan het kruklopen van tourniquet naar tourniquet doen. Ik ga het eerst goed voordoen. Daarna stellen we de krukken van af. En daarna gaan we zelf proberen aan te maken. Yes. Zijn er nog vragen? Nee. Mooi. Nou, de bedoeling is zeg maar. De krukken staan voor mij nu niet goed. Maar die bestellen we gewoon zo meteen voor u. Maar de basis is gewoon van. Er zitten krukken hier. Komt er naartoe. En gaat er doorheen. Zet ze weer neer, gaat er naartoe, dript er doorheen. Nou, wat is het aangedane been? Dat je dus volledig onbelast op het linkerbeen staat. Ja, top. Yes. Oké, mag ik mij staan op de rug kan. De leuning op de rug. Controleer ik even. Eigenlijk vindt hij het zelf zitten, kijk dan. Ja, voor mij is het goed. Is die groot of zo? Misschien met deze wel iets houden. Iets laag. Even? Ja. Zo. Rechts was. Aangedaan. Yes. Ja. Nou, ik zie dat hij het al aardig onder de knie heeft. Dan mag ik hem mij draaien. Dan draai ik zelf ook even bij. Ja. Nou, meneer Middel, het ziet er allemaal hartstikke goed uit. In mijn ogen. Dan mag ik weer plaats nemen voor mij. Ja, heeft u misschien nog vragen over het kruklopen? Nee. U heeft geen vragen over het kruklopen? Nou, dan is het een goed plezier met de krukken en dat u snel mag bestellen. Goed, goed. Top. Met veel meer. Nou, goeiedag. We gaan nu een stukje doen dat To The Gate heet. We hebben de kruk al ook voor u afgesteld. Dan laat ik het nog even zien. De bedoeling is dat u de krukken neerzet. Even kijken, voor u was rechts aangedaan. Ja. Dus dan stapt u zo gewoon niet verder dan, dus het gaat er niet doorheen, maar er zit een kruk neer en je gaat alleen maar in de kruk tussen. Oh, perfect, top. Stop.
organiseren. Ja. Nou, Burg, neemt u weer plaats. Zijn hier nog vragen over dit stukje? Nee, helemaal duidelijk. Bij deze wens ik dan u weer veel plezier en succes met de krukken.